Dagelijks gebeuren overal in Nederland verkeersongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd en zorgvuldig gereconstrueerd. En de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Van 12 steden, 13 ongelukken laten zien hoe verraderlijk mist kan zijn. En hoe binnen luttere seconden één stukje weg in een ware hel kan veranderen. Een kettingbotsing in de mist. Doden, gewonden, veel schade en tijdrovende files. Zaken die voorkomen kunnen worden door afstand te houden. Over afstand, over snelheid, mist en gladde wegen gaat het verhaal van Gerrit, Dirk, Anja en Linda. Nee, hoezo? Ik zie wel de hele tijd op het kijken. Ik hard eigenlijk een beetje gaan. Ah, ja, wacht. Ah, je moet maar. Ja. Ah, jongens, ik heb net goede kaart. Nee. Je hebt dus haast. Jij komt uit. Ja, dat heb je met je mevrouw. Heb je wel aandacht nodig? Nee, ik heb gewoon beloofd om die zo naar thuis te zetten. Krijg je dan anders met het tegenwoordig of zo? Ah. Je kunt gewoon niet even dat ik thuis lekker op dingen zie. En jongen, de deel. Niks klopte. Interviews lopen niet lekker, foto's niet goed van kleur. Hoe was jouw dag? Nou, ik kwam niet veel uit mijn handen. Mm-hmm. Morgen om 1 uur is de uitslag. Is het thee? Nee. Ja. Ik kan geen reden bedenken waarom ze mijn ontwerp niet zouden kiezen. Zeg je nou? Wat? Wat je zegt? Dat ik me geen reden kan bedenken waarom ze mijn ontwerp niet zouden kiezen. Oh. Weet jij dan wat de anderen ingezonden hebben? Ik ken het werk van de meeste inzenders. Mm-hmm. Misschien zit er wel een groot onbekend talent tussen. Precies, ik. Nou ja, zeg. Er zijn heel veel ervaren mensen hoor. Waarom? Weinig originaliteit. Nou, als ik jou moet geloven, heb je die prijs al lang in je zak zitten. Ik snap niet waarom jij je zo zenuwachtig maakt. Steekpenningen, vriendjespolitiek, champagne. Nou ja, dat is zo belachelijk zeg. Over een paar jaar sowieso weer een prijsvraag. Kun je weer meedoen? Ik wil dat er volgend jaar een gebouw voor mij staat. Hoe heb je nou zo'n haast? Je bent pas 30, joh. Je kunt heel Brabant nog volbouwen. Al 30. Ik weet het niet. Het is de derde keer deze week dat hij zo laat thuis komt. En hij zegt die kaart, mijn collega's. En hij komt eraan, dus kusjes, ja? Welke dag had? Interesseert jou dat?
Nee? Als je het per se wil weten? Nee, ik heb geen leuke dag gehad. Oh, dat is mijn schuld. Je gaat me niet vertellen dat je tot 12:30 s'nachts gewerkt hebt. Nee, nog maandagavond. Dat is mijn vaste kaartavondje. Ja, je hebt inmiddels al 5 vaste kaartavondjes. En jullie overdrijven ze. Ene week spelen we dan wat vaker dan de andere week. Je kan toch ook afspreken met je vriendin? Door de weeks? Zij moet je 's ochtends vroeg op, want zij werken. En ik ben het zat om hele dagen thuis te zitten. Nou, je vond het anders maar wat hier komt uit te slapen. Ja, komt ja. Ik wil wel aan de slag en morgen ga ik werk zoeken. Oh. Dan beslis jij alleen. En als ik niet aanstaat, dan stap ik op. Nou, dat is goed dat ik het weet. En hoe ga je dat dan doen als je zwanger bent? Ik ben niet zwanger. En dat zal ik voorlopig niet worden ook. Hoe weet je dat? Hé, hey, vraag me wat, hoe weet je dat? Slik je de pil weer? Ik wil nog geen kinderen. Nou, dat had je me dan nog eens even mogen vertellen voordat je me ging trouwen, zeg. Jij moet zo nodig kinderen hebben. Maar ik moet je de hele dag verzorgen terwijl jij gewoon werkt. Een kaart met collega's. We een beetje de maan lopen nemen, weet je dat? Misschien later. Ja, dan ga ik zitten wachten. Nou, zolang je niet weet wat je wil, dan god je maar naar je moeder. Zo. Ben je een hart op mijn keel? Houd stil, hè. Als dit het niet wordt, weet ik het niet meer. Mijn gebouw. Nu nog een maquette. En straks in het landschap. Oh, ik heb vannacht over je gedroomd. Oh ja? Ja. Ja. Dat was de officiële opening van je gebouw. Ja, er was er geen velvenveger te bekennen. En plotseling sta je daar. In je pyjama. En ik ben de enige die je ziet en die je hoort. Nou ja, ik zit ergens vooraan en je kan niet bij me komen. Zelfs in je dromen zit jij vooraan. Ja. Plotseling haal je uit je aktentas 2 vleugels tevoorschijn en die schroef je op je rug. En dan vlieg je naar het dak van het gebouw. En je roept en je schreeuwt. Ja, dan wil ik wat terugroepen, maar mijn keel zit dicht. Ja, verder weet ik niet meer. Ja, dus je onderbewuste zegt dat ik het word? Dromen zijn bedrogen, schatje. En ik wil even met je praten over mijn zusje. Ja, en ik zeg een andere keer. Wat denk jij wel? Dat het zomaar gaat aan je buiten de deur zetten. Jij gaat mee om je excuses aan te bieden. Ik heb het helemaal niet buiten de deur gezet, man. Ze is zelf gegaan, ik heb er niet tegen gehouden, ze liegt. Daar heb jij het zelf naar gemaakt, zwagertje. Met die zogenaamde kaartavondjes van je. Wat bedoel je? Jij gaat mee om je excuses aan te bieden. Zo origineel, maar die commissie die zit vol oude mensen. En bovendien denk ik dat ze het te duur vinden. Ja, en die constructie. Sorry, maar dan mag ik even tussen. Ik hoef alleen maar een appel. Op die eet, jongen. Maar ik krijg een appel op mijn keel. Nog een uur. Dat maak je niet uit, je maakt een hele goede kans. Ja. En niet hey, eten, kom op. Je moet wat eten. En een broodje. Neem een frikant. Dat is lekker. Nee, kom, doe nou. En een vitamine. Nee, een vitamine. Jawel, ik ga dit niet hoor. Je moet er ook maar groeien. Straks denk je anders. Ik heb een kraak, ik heb een sigaret en ik heb Ik pak even naar u. Heb u haast? Oh,
Alweer haast? Ja. Nee, ik moet voor even zoeken met zijn jongens spullen. Wat ben jij nou aan het doen? Trappetje aan het bouwen. Ja, dan is dat toch 45 graden? Dat hoeft ook niet. Kan op 30, 60. Nerveus? Ik nerveus? Ik ga een ander vervelen. Hé. Waar jij? Ik ga een ander vervelen. Gefeliciteerd. Hé! Hey! Ah, dat wat kut! Wat ga je niet goed? Hé, bedankt! Had je niet gedacht, hè? Jongens, mag ik even? Oh, nee, Wim, geen spiet. Als directeur van dit bureau mag ik u graag voorstellen aan een jonge, zeer talentvolle architect. Waar? Gerrit Overveen. Ah, applaus. Morgen bij de prijsuitreiking. Zal ik missie uitgebreid gaan vertellen waarom ze juist jouw ontwerp hebben gekozen, maar één zin uit het juryrapport wil ik graag een beetje uitlichten. En dat is de taalbare originaliteit. Want daar gaat het in ons vak tenslotte om. Gerrit, gefeliciteerd. Betaalbaar. Gezond. En dan wil ik nu graag een toast uitbrengen op ons nieuwe project. Nee, eindelijk. Met de bouw voorspoedig mag verlopen. Gezondheid. Proost. Gezondheid. Proost. Bedankt iedereen voor jullie steun en vertrouwen. Mm-hmm. En vanavond nodig ik dan iedereen uit voor een betaalbare, originele borrel. Juist. Ja, nee, bij mij thuis. Juist. Heel goed. Dat toost er nog een keer op. Ze komen allemaal. Ja, maar jezus, dat red ik nooit. Morgen is de deadline. Houdt het dan misschien ook in dat je er morgen op de prijsuitreiking niet kan zijn? Hm. Nou, begrijp ik. Het is lastig voor je, hè, als ik een keer in de belangstelling sta. Ja, dat vind ik niet te doen. Maar je komt met nou, hé.
zeggen ze. Heb jij nog wat te drinken? Nee, ik heb een witwijntje. Witwijntje? Oké, blijf zitten, zo weer terug, ja? Hé, hey, Hubert, leuke bril. Ja, kom zo bij je, ja? Jongens, nog bedankt voor jullie steun. We hebben nooit aan je getwijfeld. Hoe voel je je dan? Of ik ook een keer mijn handtekening in de plantschap mag zetten. Net als de grotere aarde ben ik ook een beetje onsterfelijk. Ah, de trotse echtgenote. Mag ik een eerste reactie, mevrouw, op dit heugelijke nieuws? Nou ja, ik had niks anders verwacht. Zij is mijn steun en toeverlater. Zonder haar had ik het ook. Nee, had ik niet gered. Dit is ook jouw feest. Ja, ik vind het heel erg vreemd, maar ik moet het gewoon afmaken. Nou, oké, ga maar. Doe maar wat je niet laten kan, hè? Ja, dag. Goed nieuws. Wij hebben vrijdag de hele dag vrij voor jouw prijsuitreiking. Vrijdag? Ja. Wim! Geef die jongens morgenochtend ook. Wil jij wat voor mijn dienst? Nee. Ik moet om 6 uur op. Oh shit, je moet morgen naar Bouwen aan de Noentie. Nee. Ik heb afspraak met Kugler over die glasvliesgevel. Zeg dat. Kugler. Ah. Nee, zeg het maar. Zeer dichte mist met zicht tot minder dan 50 meter. De verwachting is dat het weerbeeld pas na 10 uur vanmorgen zal veranderen. Rond de middag opklaringen en later in de middag zon met temperatuur van 15 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Dan volgen nu de waterstanden op meer. We'll be right back.
6 auto's en een vrachtauto, enkele zware opbouw. Drie doden en 5 gewonden. Deze ramp is waar gebeurd. Een nachtmerrie die voor velen nog altijd voortduurt. Laat het niet gebeuren. Bij mist is de remweg altijd langer door het natte wegdek. Voor vrachtwagens geldt de vuistregel bij 100 meter zicht 70 km per uur. En bij 50 meter zicht 50 km per uur. Je kunt de afstand schatten aan de hand van reflectoren aan de kant van de weg. Die staan om de 40 meter. Bij een snelheid van 80 km per uur houd je minimaal 80 meter afstand. Dat zijn 2 paaltjes. De snelheid die wordt aangegeven op elektrische signaleringsborden is verplicht. Hou je daaraan. Rijd bij mist of slecht zicht defensief. Wees de mist een stap voor. Dan voorkom je dit. Iedereen weet hoezeer Gerrit Overveen genoten zou hebben van deze dag. Het heeft niet zo mogen zijn. Gelukkig heeft hij Paul voor zijn dood nog een stuk erkenning gekregen. En dit gebouw nagelaten voor ons die achterblijven. Ik ben Linda Overveen erg dankbaar dat ze de officiële opening wil verrichten. Mag ik jou uitnodigen?